Wat heeft het Italiaanse Napoli te maken met Oosterse toonladders? Is de Telecaster terecht het ondergeschoven kindje van Fender? En pimpt de sound van je tracks op door gebruik te maken van een exciter? Muzikale gast van vandaag is mevrouw Tamara. We're talking music. Sit down. Are you ready for it? Heren, daar zijn we weer. Yo. Tijd voor een nieuwe aflevering van Talking Music. Kasper, wat heeft jou bezig gehouden deze week? Ja, ik zit met smart te wachten op het nieuwe album van Bruno Mars. Bijna, hè? Ja, man. Ja, ik heb natuurlijk al de live versies gezien van 24K Magic en Chunky bij SNL. Saturday Night Live was hij ook. En ja, ik kan gewoon niet wachten, man. Echt heel veel zin in. Ja. Ga je hem kopen? Absoluut. Ja? Ja, absoluut. En misschien wel bij een show als hij hier komt. Of ik krijg hem weer voor kerst van mijn vriendin. Wie weet. Wie weet. We gaan naar het feitje van de week. Napoli is natuurlijk de stad van de pizza, spaghetti, Italiaanse scootertjes, de maffia en de Napolitaanse drieklank. Ja. Toonladder, toch? Ja, nou, ook de drieklank. Oh. Want die naam die zeg je misschien niks, maar je bent hem vast wel eens tegengekomen. Je hebt hem gehoord in nummers als Fool's Overture van Supertramp, Music van John Miles en de Pokémon Battle Team. Zit hij serieus in de Pokémon Battle Team? Hij zit in de Pokémon Battle Team. Nou, dan moet ik hem echt even weer gaan luisteren dan. Ja, want wat is nou eigenlijk die Napolitaanse drieklank? Het is het majeur akkoord dat een halve noot hoger ligt dan de mineur tonica. Hmm. Dus als je in A mineur zit, het Bes akkoord. Hey. En als je in E mineur zit... Het vies akkoord. Nee. Het F akkoord. Het F akkoord. Hij is eigenlijk open. Heel goed hoor, hiermee. Ja. Ja, normaal. Weet je dit soort dingen wel, hè? Ja, maar goed, we zijn nog niet. Ja, precies. Ja. Er komt even een glaasje water erbij, even hoor. Een glaasje Napolitaanse wijn. Nou goed. Maar wat heeft dit nou met Napoli te maken, zou je je afvragen? Het akkoord en de bijbehorende toonladder, die werden veelvuldig gebruikt toen in die stad de moderne opera zich ontwikkelde. Ergens in de 18e eeuw. Weer wat geleerd. Louis, jij gaat ons meer over Napoli vertellen straks. Ja. In een item over de Napolitaanse toonladder. Toonladder. Eerst het interview met onze gast, mevrouw Tamara. Mevrouw Tamara is de artiestennaam van Tamara van S. Finaliste van de eerste editie van de beste singer-songwriter van Nederland. En medeoprichter van het label Indieland, waar ze vorig jaar haar debuutalbum Zo Lang Mogelijk uitbracht. Tamara, welkom in de show. Dankjewel. Ik vind het echt leuk om je te mogen interviewen. Je volgt een ander pad dan de meeste muzikanten. Je kwam in één keer op de voorgrond met de beste singer-songwriter van Nederland. Dat is in 2012, geloof ik. Ja, dat klopt. Ja. Dat is de eerste editie, toen met Douwe Bob. Ja, en Nielson. En Nielson, ook inderdaad. En hoe kwam je daar terecht? Ik werd eigenlijk gevraagd door BNN. Die stuurde mij een e-mail, want ze hadden allerlei mensen door heel Nederland die veel met artiesten samenwerken, hadden ze gevraagd of ze tips hadden aan singer-songwriters die mee konden doen. Ja. En toen ben ik door Lucky Fonds de Derde genoemd. En toen dacht ik eerst van ja, ik wil dat echt niet, ik hoef echt niet op tv en laat mij maar gewoon op mijn eigen manier. Ja, nog te eng. Ja, en ik had ook niet echt behoefte of zo om op tv te komen. Okay. Maar toen zeiden ze ook dat je workshops kreeg van bekende artiesten. En en toen dacht ik, ja, dat vind ik eigenlijk ook wel heel erg leuk. Ja. Dus toen, ik had me eigenlijk ingeschreven met de gedachte dat ik dan één keer op tv zou komen en voor de rest wat workshops zou krijgen. En toen dacht ik, nou, dan kan ik daar weer veel van leren daar weer verder mee vooruit. En toen ineens kwam ik 8 keer op tv. Zo, ja. Dat was ook heel erg leuk, maar dat had ik helemaal niet verwacht. Dus nee. Dat was wel grappig, ja. Wauw. Straks wil ik nog wat meer over je verleden weten. Je eerste single, Maar Nu, mm-hmm. Die kunnen we daar een stukje van laten horen? Kan het zo verschillend zijn? Hoe kan het zo dan mogelijk? Ja, ik vind het heerlijk dromerige muziek. Dat zul je wel vaker horen, denk ik. Ja, ik hoop altijd dat het dat effect... Dat wil je overbrengen. Ja, ik vind een sfeer overbrengen eigenlijk belangrijker dan een bepaalde
dan, ja, soms wil ik ook wel een statement maken met mm-hmm. liedjes, maar sfeer is altijd wel het belangrijkste. Ja. En wat voor statement wil je bij Marnu maken? Ja, dat is eigenlijk wel een liedje wat heel erg op gevoel is gemaakt. Dus mm-hmm. eigenlijk bij de meeste nummers schrijf ik wel op gevoel. Maar ja, dat was eigenlijk een moment dat ik een soort van periode had afgesloten waarin ik niet zo goed naar mezelf luisterde. Mm-hmm. En toen was het, maar nu is alles weer beter en voelt het weer beter aan. Ja. Ja, ik wil wel wat dieper ingaan ook op jouw schrijfproces. Want hoe schrijf je zo'n liedje? Begin je met gitaar, begin je met tekst? Eigenlijk verschilt dat altijd. Oké. Okay. Maar wat wel vaak gebeurt is, ja, of de tekst komt eerst. En dat kan dan zijn dat ik bijvoorbeeld in de trein zit. Of dat ik eigenlijk iets heel anders moet doen. En dan ineens denk ik, laat ik even mijn notitieboekje pakken. Ja. En dan staat er een hele tekst. Die heb je altijd bij. Ja, ik heb altijd een boekje bij me. Ja, altijd een boek en een potlood of een pen. Maar soms is het ook gewoon dat ik aan het piano spelen ben. En er komt ineens iets in mijn hoofd dat ik denk, oh, ik wil wel... Dat ik iets hoor in iets anders wat ik aan het spelen ben en dat ik daarop verder ga. Mm-hmm. En ook weer soms dan bedenk ik echt, nu wil ik een liedje gaan maken en dan ga ik ervoor zitten en dan probeer ik iets te schrijven. Dus eigenlijk heb ik heel veel verschillende manieren om het te maken en dat laat ik ook toe omdat ik het zo belangrijk vind dat het gevoel zeg maar in de muziek zit. Ja, dus, ja. Weet je nog hoe dat bij Marnu ging? Ja, dat was wel grappig. Toen speelde ik nog met mijn band. En ik was gevraagd om op 3FM bij X-Noise te spelen met de band. En de bedoeling is eigenlijk dat je dan in een uur een liedje maakt. Ja, dat ken ik. Maar we hadden thuis al wel wat voorbereid. Oh, vals gespeeld. Ja, eigenlijk wel. Maar volgens mij vindt Miranda dat niet per se erg. Maar toen had ik eigenlijk een tekst dus gemaakt over waar het liedje eigenlijk al over gaat. Mm-hmm. En bij dat programma krijg je dan een titel voor het liedje. En toen had iemand Monsters in mijn hoofd genoemd. En dat sloot eigenlijk heel erg goed aan bij waar ik al in gedachten had om over te gaan schrijven. Ja. En toen hebben we hebben het wel echt afgemaakt in de studio. Want we moesten nog wel wat dingen bijschaven. Maar dat liedje begon eigenlijk met een gitaarloopje van mijn gitarist toen. Mm. En toen heb ik daar wat loopjes bij gedaan. En toen uiteindelijk, dat hebben we echt samen gemaakt toen. Oké, want normaal dan speel je ook met de gitarist. Dat deed ik toen. Tot iets van een jaar geleden of zo heb ik altijd met band gespeeld. Ja. Dus, ja. En nu tour je alleen? Ja, dat was op een gegeven moment heb ik eigenlijk... ik doe altijd alles zelf en ik vind het heel fijn als mensen uiteindelijk hulp aanbieden. Maar dat kwam niet echt zo. Er was niet een manager of een boeker of iemand die zich aanbood. Ja. En met een band heb je ook heel veel praktische dingen om te regelen. Van, je hebt een oefenruimte en die moet je ook elke maand betalen. Ja. En ik wilde mijn bandleden ook uit kunnen betalen voor optredens. Ook als ik niet zoveel verdiende bij een optreden. Dus uiteindelijk kostte het me gewoon heel erg veel geld en heel veel tijd en moeite. En er kwam eigenlijk niet zoveel terug, want er kwamen niet heel veel boekingen binnen. Dus toen ben ik uiteindelijk, heb ik echt besloten van, nou, dan ga ik nu verder alleen. En dan gewoon op een lager pitje. En tot nu toe vind ik dat eigenlijk ook wel fijn. Het was heel leuk met band, maar... ik denk dat gewoon voor mijn eigen project, mevrouw Tamara, dat het voor nu in mijn eentje beter werkt. Oké. Na de show praat ik nog verder met Tamara over onder andere haar eigen label, de gear die ze gebruikt tijdens optredens en tips voor promotie. Je kunt het gesprek downloaden als podcast. De link kun je vinden in de description van deze video of op de website talkingmusic.net. Tamara, bedankt voor je tijd. We zien je straks nog terug met het nummer Leave. Ja. Nu is het eerst tijd voor Gear Talk. Fender is natuurlijk een van de eerste merken waar je aan denkt bij een gitaar. En dan in specifiek de Stratocaster, ook wel de Strat genoemd. Maar zijn broertje, de Telecaster, die is wat minder populair. Onterecht volgens Dennis Hoyenga van Max Guitar. Vertel eens, Dennis. Ja, dat ben ik niet met je eens, Stefan. De Telecaster is eigenlijk een van de eerste echt populaire solid body elektrische gitaren. Komt uit zo'n beetje de jaren 50. Deze die ik mee heb komt uit 74, is ook al een oudje. Wow. Dus daar ben ik ook heel blij mee. Kun je ook wel zien. Dat kan je ook wel zien. Hij is lekker. Hij heeft een betere tijd gehad qua uiterlijk, maar dat vind ik juist vet. Mm-hmm. Wat de Telecaster nou zo mooi maakt versus bijvoorbeeld een Stratocaster die ik ook mee heb, waar ik zo ook nog even iets over ga vertellen, is als je naar een Telecaster kijkt, mensen denken eigenlijk meteen aan country. Ja. En mensen denken eigenlijk meteen aan van, joh, super schel en daar kan je eigenlijk vrij weinig mee. Maar het fijne is eigenlijk aan die Telecaster juist, dat hij dat hele schelle kan.
Dus als je die achterste pikken pakt, maar als we hem even verplaatsen naar de middelste selector, dus naar allebei, dan wordt die alweer veel voller en dan helemaal meer naar voren. Naar de neck pick-up. Dan hoor je gewoon duidelijk dat die echt wel veelzijdig is en dat je er veel mee kan. Ook als je gewoon een flinke overdriver op trapt. Dan heeft hij ook echt wel die growl gewoon. En hij heeft echt, gewoon het leven zit gewoon in een telecaster. Dat is door dat twangie wat het heeft. Ja, ja. Daar staan ze natuurlijk echt heel erg onbekend. Oké. En dan ten opzichte van de Strat? Ja, het broertje van de telecaster. Het broertje, want die kwam later. Die kwam later eigenlijk, inderdaad. Dus als we die even erbij pakken. Nou, wat het voornaamste verschil is tussen de Stratocaster en de Telecaster. Mm-hmm. Nou ja, dat is natuurlijk één het uiterlijk. Ik bedoel, ze zien er een stuk wat moderner uit, als het ware. Ja. Dat heeft ook echt te maken dat ze gewoon een aantal jaar later kwamen. Maar als we ook gewoon inhoudelijk kijken, dan zie je dat aan de Stratocaster. Ja, je hebt dus 3 pickups in plaats van de 2 pickups bij de Telecaster. Oh, ja. Wat je ook merkt, ik heb deze iets gemodificeerd, dat zal ik even eerlijk toegeven. Ik heb de 8e pickup vervangen voor een dubbele. Uh-huh. Gaan we een andere keer wat meer over vertellen, over door een humbucker pickup. Okay. Maar als we echt naar traditionele Stratocaster geluid. Krijg je toch een beetje, je hoort het al, hij heeft gewoon wat minder van het scherpe. Ja. Van het minder hoog, hij is wat poppier. Ja, als je gewoon hetzelfde akkoord even pakt, dan hoor je het gewoon. Maar het voordeel van de Stratocaster is, je hebt natuurlijk 3 pickups en de meeste hebben een 5 selector switch. Mm-hmm. Die is ergens in de jaren 70 geloof ik, kwam Fender daarmee. Ja. En het verschil is dus, daar kun je heel veel verschillende sounds creëren. Dus je hebt, als we gewoon de achterste pakken, schuif eentje door, pakken we ze allebei. Dan hoor je al echt een heel erg verschil. Ja. Dan pakken we de middelste. En dan gaan we nog wat verder, pakken we die 2. Hoor je hem lekker warm worden. Ja. En voorin, dat is natuurlijk heel erg warm. Ja. En dat is echt wel een verschil tussen de Stratocaster en de Telecaster ook. Waar de Telecaster, Telecaster wordt natuurlijk wat meer ingezet in de country. En eigenlijk de blues. Je ziet de Strat veel vaker dan de Strat zie je gewoon veel vaker, omdat hij gewoon veelzijdig is. En eigenlijk ook, de meeste mensen vinden ook als je ze naast elkaar houdt, vinden de meeste mensen de Stratocaster ook wel wat mooier. Ik vind zelf juist het authentieke van de Telecaster helemaal te gek. En je kan er gewoon alles mee in principe. Waar met een Stratocaster, daar kan je ook gewoon heel veel mee. Het klinkt gewoon net iets anders. Wauw. En mijn voorkeur is eigenlijk, het ligt ook aan mijn dag. Het ligt aan mijn dag. Ligt aan je dag. Elke dag een andere. Elke dag een andere. En dan nog het verschil tussen de Stratocaster is ook nog gewoon echt super groot. Dus daar gaan we ook nog een keer over hebben, ongetwijfeld. Dat komt allemaal later. Komt allemaal later. Maar gewoon in de essentie heeft gewoon de Stratocaster meer pickups en een andere configuratie dus. Ja. Waardoor je een andere sound hebt. En die sound is eigenlijk wat warmer dan weer de Telecaster. Wat minder schel en knijpend als het ware. Weer wat geleerd. Ja, weer een effect uit de trucendoos van Casper. En Casper, jij hebt vocoder in je track zitten en daar gebruik jij een exciter. Vertel daar eens wat meer over. Ja, dat klopt. Dat is van een eigen nummer, Do It Like This. Die ik samengemaakt met K-Work. Ik zal hem eventjes afspelen gewoon. K-Work speelt ook op de vocoder hier. Are we doing like this? Show them how we do it like this. Are we doing like this? I'm gonna show you how we do it. Are we doing like this? Er zitten wel al wat effecten op, galm, delay vooral, maar we vonden dat er nog wat miste, we vonden hem niet helder genoeg. Ja. Dat heb ik dan met een exciter opgelost eigenlijk. En waarom doe je dat niet met een equalizer? Daar kan je inderdaad de hoog ook mee opklikken qua volume dan, maar dat werkte voor ons niet. Er werd al heel gauw schel of zo en niet mooi helder. Hmm. Dat heb ik een exciter opgegooid. En wat een exciter doet, is eigenlijk de ruis van het signaal. En dat is bij een vocoder best wel erg bovenin. Omzetten in boventonen van het originele signaal. En ook het originele signaal vervormen naar boventonen van dat signaal. Ja, eigenlijk wordt het gewoon voller daarvoor. En ik noem het eigenlijk gewoon magic, want het is gewoon prachtig. Gewoon één knop is het namelijk voor mij. Ik zal een beetje afspelen en dan gooi ik gewoon telkens wat bij. Are we doing like this? Show them how we do it like this. Are we doing like this? En je hoort er gewoon een extreem effect. En dan is het eigenlijk gewoon een beetje afstellen in de mix, wat je ermee doet. En dan heb ik hier verschillende banden. Laag, midden, mid-hoog. Maar je doet het alleen bij het hoog? En ik doe het vooral bij het hoog inderdaad, want ik wil hem eigenlijk gewoon wat scherper hebben. En daar miste voor ons vooral de sound. Dus dan gebruik ik die 2 banden, die hoge banden, kan je zo verslepen. Het is trouwens de exciter van Isotope Ozone. En die is voor mij heel fijn, omdat je dus inderdaad die verschillende banden hebt. Dat is ook niet altijd zo.
En je kan verschillende modus kiezen. En ik vind de tube eigenlijk het best. Mm-hmm. De buizenversie, alsof het een soort buizenversterker is. En dan maak je het eigenlijk dus harmonisch interessanter bovenin. Door die boventonen. En helderder. Helderder. Dat is het, ja. Exciting. Ja man, zeker. Dankjewel Casper. Ja. Wij gaan luisteren naar mevrouw Tamara met het nummer Leave. Thank you.
kunt de track downloaden op Spotify en iTunes en je kunt alles vinden over Tamara op www.mevrouw-tamara.nl of haar volgen op Twitter @tamaramevrouw. In het onderdeel Theorie duik ik samen met Louise de diepte in met muziektheorie. En vandaag gaan we het hebben over een zeldzame toonladder, namelijk de Napolitaanse toonladder. Ja, dat klopt. Nou, die klinkt als volgt. En hij is afgeleid van de harmonisch mineur toonladder die als volgt gaat. Lijkt erop? Ja, het lijkt er heel erg op. Het verschil zit het hem in dat de seconde eigenlijk verlaagd wordt ten opzichte van de harmonisch mineur toonladder. Dus in plaats van krijg je... Ja. Dus, het klinkt een beetje oosters, hè? Ja, dat klopt. Het geeft een beetje zo'n in de woestijn... zo'n woestijnsfeertje. Woestijnsfeertje, inderdaad. Ja, maar ja, zijn er ook popnummers met deze toonladder? Nou, popnummers niet per se, maar van een heel bekend spelletje van Mario, daar zit hij wel in. Oké. En we gaan er even naar luisteren, want let maar op. Ja, inderdaad. Je hoort dat hij over die as loopt en niet over die A. Ja. Heel duidelijk is die hier. Ja, dus ja, gewoon in een computerspelletje zit een Napolitaanse toonladder. Wauw. Maar stel je wil hem nou echt gaan toepassen in een eigen nummer, in een soort popnummer. Ja. Kun je er nou wat mee? Of? Nou, ik heb even uitgezocht naar de akkoorden die er overheen gespeeld kunnen worden. Dus ik begin dan met G mineur, daar kun je hem sowieso op spelen. Want het is op mineur gebaseerd. Ja, dat is de tonica eigenlijk. Precies. En je kunt hem natuurlijk ook toepassen over as. Mm-hmm. Maar hij werkt bijvoorbeeld weer niet over de bes, want dan zou je bes overmatig moeten spelen vanwege deze. Ja, dan wordt hij gek. Maar het klinkt niet zo helemaal lekker. Terwijl over C mineur kan hij dan weer wel. Doe ik hem even een octaaf hoger. Mm-hmm. Ja. Dan krijg je weer D overmatig. Daar kan hij weer niet over. Ja, nee, dat wringt. Nee. Dat wringt heel erg, ja. En over S natuurlijk, want dat is weer de major parallel van C mineur. Tuurlijk, ja. Oké, dus je hebt eigenlijk nog wel 4 akkoorden waar je wat mee kan. Ja, zeker. Wauw. Kijk, het is natuurlijk niet de vraag van wanneer ga je hem nou echt toepassen. Maar kijk, stel bijvoorbeeld dat je inderdaad een beetje een lied zou spelen met een oosters tintje. Ja. Of je hebt een solo daarin, dan kun je die Napolitaanse toonladder heel mooi toepassen. Zo. Goeie tip. Wauw. Super. Dus. Dankjewel. Alright, dit was Talking Music. Louise bedankt, Casper bedankt, kijkers bedankt. Please subscribe, like deze video en tot volgende week.